heb vandaag een bruine eyeliner en bruine mascara op. En ik vind het mooi. I love it. Misschien moet ik een of andere sale gaan organiseren. Goedemorgen iedereen. Even snel die outfit voordat ik de deur uit ga. Ik draag mijn jasje, jeans, jasje, spijkerjasje met mijn roze. Mijn roos op de rug bedoel ik. Ik heb een super cute t-shirtje aan van Florentina met een zakje en dan een bijbehorend sjaaltje. Ik draag mijn Josh V rokje. Die is gewoon super chill en hoog in de taille. Hey, de spiegel is een beetje vies. Ik heb mijn over de knees aan en ik heb mijn velvet tasje. Dus dit is mijn look voor vandaag. Yes, daar ben ik weer. Goedemorgen iedereen. Ik wilde jullie gewoon toch snel even thuis de outfit laten zien. Want ik weet dat jullie dat altijd leuk vinden om te zien. Maar nu zit ik in de auto en nu kan ik rustig even met jullie kletsen. Want ik heb een leuke dag voor de planning. Ik ben nu onderweg naar Coty. Zij hebben een zomerlunch georganiseerd. En Coty is eigenlijk een beautybedrijf waar ik al een PR-bureau... Eigenlijk het grootste PR-bureau op beautygebied waar ik al meerdere jaren mee samenwerk. Ja, zij hebben een lunch georganiseerd en daar ga ik dan naartoe. Dat vind ik altijd leuk. Het is altijd netjes verzorgd. Lekkere hapjes en lekker gezond volgens mij ook wel. Gezonde lunch. En dan kom je ook weer in contact met de nieuwste merken. Dus dat is hartstikke leuk voorop. Over make-up gesproken. Ik heb vandaag een bruine eyeliner en bruine mascara op. En volgens mij heb je dan een wat zachtere uitstraling. Dus laat mij even weten in de comments of jullie dit mooi vinden. En ik heb intussen, want ik was gisteren nog aan het rommelen in mijn kamertje. Ik heb al mijn make-up zitten sorteren. En 6 tassen vol met make-up wat ik wegdoe. Gewoon make-up wat ik wel heb gedragen, maar gewoon niet meer draag. Met veel glitter en dat soort dingen. Dus ik ga dat even kijken hoe ik dat ga doen. Misschien in de vorm van een winactie. Misschien als ik binnenkort mijn eigen kleding ga verkopen. Dat ik dan ook een mooie bak erbij zet met al mijn make-up. Ik ga ook wel een groot gedeelte brengen naar een goed doel. Ik moet het allemaal nog eventjes, even bedenken hoe of wat. Maar dat horen jullie natuurlijk uiteraard van mij. So you think you were right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. The way I do, way I do will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Yes, ik zit weer in de auto. Heerlijk geluncht met Coty. Mega gezellig. En de nieuwste lanceringen die er aankomen zijn echt van fucking tastisch. Ik kan alleen nu nog niks erover vertellen. Maar binnenkort wel. En dan ga ik het jullie allemaal laten zien in een vlog. Dus dat is voor later. Nu sta ik op de welbekende Overtoom. En ik weet niet of jullie bekend zijn met die straat. Maar die straat is altijd druk. Dus daar sta ik nu. Niks aan de hand. Ik moet even naar Iconic Studios. Die prachtige kleding van 100 wat ik aan had. Ik word gebeld. Goed, daar ben ik weer. Ik werd even gebeld door Funda. Die ga ik zo meteen even zien. Even een theetje met haar drinken. Want ik ben nu vlakbij de Kinkerstraat. Maar ik ga dus even naar Iconic Studios. Die kleding wat ik jullie vertelde van 100. Wat ik droeg toen ik in Parijs was bij de Fashion Week. Toen had ik 2 hele mooie jurken aan. Die ga ik even terugbrengen. Want die had ik geleend. Oké, nou dan hebben jullie even een update. Niet heel boeiend. Maar ik zit weer in de auto. En ik sta weer op de drukke Overtoom. Check dit. Gewoon, zie je de overkant van de weg? En zeg maar, dat staat gewoon helemaal vast. Ik ben echt stiekem een beetje blij. Ik rij aan deze kant nu, maar moet straks ook aan die kant rijden. Dus dat betekent dat ik straks ook in die drukte sta. Oké, ik zit weer in de auto. Het moet geen autovlog worden. Maar ik heb de spulletjes gedropt, even binnen gekletst en toen ben ik weer naar buiten gelopen. Dus niet echt vlogwaardig. En de vorige keer had ik natuurlijk de binnenkant al gevlogd. En als ik binnenkort weer outfitjes ga zoeken, dan natuurlijk zal ik de outfits weer vloggen. Alleen, ik was dus in de Iconic Studios en het rook zo lekker. Ik zag allemaal van die Zara potjes staan. En met die geurstokjes, weet je wel. En er stond op Dark Amber, geloof ik. En ik rijd dus nu naar de Van Baarle voordat ik naar Funda ga. Even langs de Zara Home. Kijken of ze die nog hebben. Zo ja, ga ik er een paar kopen om in huis te zetten. Het ruikt daar zo lekker. Ik wil die geur gewoon in mijn huis. Oké, update so far. Zara Home, here I come. Hey, let's go. Ik hoop zo dat ze het hebben. Dit is zo zuur. In verband met een verbouwing. Dit is zo jammer.
ga ik kijken of ik het online kan bestellen. Dat is dus een bummer. Ze zijn dicht. Ze zijn gesloten vanwege verbouwing. Dus dan gaan we even naar het Conservatorium Hotel. Ja, dat zit hiernaast. De set heet het trouwens nu. Conservatorium. Ja. Dan gaan we even naar Skins. Even kijken wat ze daar hebben als ik dan toch in de buurt ben. Even naar mijn Kilian geurtjes ruiken. Zo, ik zit weer in de auto. Oh mijn god, het wordt echt een autovlog. Nee hoor, ik ga niet lang filmen nu in de auto. Alleen, ik heb iets gekocht bij Skins net. En dat willen jullie natuurlijk wel zien. De Molecule 01. En ik heb een kleintje ervan gekocht. Want ik dacht, ja, ik moet het heel eventjes gaan checken. Want ze spreiden het bij me op. En omdat er maar één molecuul in zit, schijnt het zo te zijn dat jouw eigen lichaamsgeur, weet je, wat bij iedereen anders is, komt dan heel erg tot zijn recht. Dus iedereen die dit molecuul 01 geurtje draagt, ruikt anders. Want iedereen ruikt natuurlijk zelf ook anders. En dan versterkt deze geur alleen maar je eigen geur, waardoor je dus nog lekkerder ruikt, zeg maar. Zo moet je het zien. En je kunt hem ook heel goed combineren met een geur die je al hebt, waar je ook heel erg blij mee bent. Dus ik dacht, weet je, dit klinkt allemaal best wel leuk en uniek. Dus die gaan we proberen. Zo ziet hij eruit. Niet een heel bijzonder flaconnetje of zo. Maar ja, ik ben benieuwd. We gaan hem even sprayen. En dan ga ik kijken of Funda zometeen zegt, nou, je ruikt lekker. En nu gaan we snel naar de kinker. Hey. Hallo! Wat is je winkel mooi, hè? Kijk hoe mooi. Het is gezellig geworden, toch? Het is echt zo gezellig geworden. Dus de balie waar die meiden staan is naar voren gehaald. Ja. Waardoor zij dus een grotere ruimte hebben. Het is heel chic. Mooi. Ja, wordt dan gewerkt. Oh, leuk. Dit is ook echt zo'n hoekje nu. Ja, daar komt ook een tafeltje. Oh, te leuk. Ik ben dus nu in The Real Hair online. En kijk wat hier hangt. Laura. Dit zijn mijn festivalbanen die ik al had. Maar Real Hair online levert ook een wasservice. Dus als jij haar koopt bij Foon. En dan, weet je wel, na een paar weken of een paar maanden, je hebt er gewoon veel plezier van gehad. Veel festivaletjes mee geshined met je haar, zeg maar. Dan is het gewoon heel erg mooi om ze te wassen. En dat kan je natuurlijk ook gewoon thuis doen. Maar het is veel mooier om het hier te doen. Want dan wordt het voor je gewassen. Ze gaan het weer verzorgen en ze feunen het weer. En dan heb je eigenlijk weer alsof je nieuwe banen hebt, zeg maar. Dus deze had ik vorige week gebracht. En ze zijn nu klaar. Dus ik ga ze heel even inklikken. Want ik had vanochtend gewoon geen tijd. Dus ik heb nu gewoon mijn eigen koep. En dan gaan jullie zien hoe ik binnen 2 minuten tijd een mooie festivalkoep heb gecreëerd. Lang haar en I love it. Het is zo mooi voelen. Ja. Het is echt zo mooi. Ik heb ook het idee alsof het wat assiger wordt of zo. Hij wordt een beetje assiger, ja. Naarmate je het wast en de handen meegaat. Dit is toch tof. Oké, nou ja. Eerlijk is eerlijk. Ik weet dat jullie altijd mijn eigen haar heel erg mooi vinden. Dat lees ik in ieder geval vaak in de comments. Maar ik vind het gewoon te leuk dat je dus gewoon binnen een minuutje tijd, want jullie hebben gezien hoe snel ik het net deed, gewoon even lang haar kunt hebben. Voor een feestje, voor als je er gewoon zin in hebt. En dan heb je het gewoon niet elke dag. Je klikt het er gewoon uit als je gaat slapen. En je klikt het er gewoon in. Dus dat is helemaal top. En ik vind het mooi. I love it. Hoe duur is die wasservice ook weer? Voor 10 euro? Nee, bij Festival Clippings. Eerste keer gratis. Oh, nou, echt? Nee. Gruwelijk. Dus als je festival clips hebt gekocht bij Foon. En je wilt ze ook gewoon weer even inleveren. Zodat ze mooi gewassen worden. Ja, oh, top. Dan krijg je dus de eerste wasbeurt gratis.
Dat is ook leuk. En daarna is het 10 euro. 5 euro om het te wassen. Ja. Wassen, krullen, feunen, 7,50. Ah, oh. 5 euro om het alleen te wassen. En als je wil dat ze het ook gaan krullen en gaan feunen. Dus dat het gewoon een heel mooi model wordt gebracht. 7,50. Vond je het zo lief geweest om eten te halen voor ons? Wat gaan we eten? Wat gaan we eten? Dit is toch echt... Oh my god. Next level. Lekker. Echt lekker. En gezond. En gezond. Ja. Oké, dit is ons avondmaaltje. On the healthy tour. Healthy life. Oh, dit ziet er wel echt super gezond. Sevi, avocado. Mais. Mais. Gegrilde kip. Gegrilde kip. Ik heb mijn boontjes. En boontjes. Crunchy onion. Oh my god. Lekker. Oké, jongens. Ik ben weer thuis. En ik heb hier een kattenkoekje. En volgens mij wil mijn meisje een lekker koekje. Leuk, kijk. Ik zal het jullie even laten zien wat ik haar heb gegeven net. Ik ben weer lekker thuis. Kijk, Cat Yums. En het is sugar free. En het is leberworst. Leberworst, ja. En ze krijgt dan heel af en toe van mij krijgt ze 2 van die kleine koekjes. Ik ga nu even snel een paar dingen op de computer afmaken. Een paar bestanden sorteren en opsturen. En dan ga ik verder in mijn kamertje. Nou, het is echt al super laat, jongens. Maar in deze doos heb ik allemaal beautyproducten. En allemaal make-up. Tassen vol heb ik net ook weer uitgezocht. Hier ook overal make-up. Daar heb ik ook echt allemaal make-up in. Hier heb ik... een hele zak met kleding wat ik ga verkopen. Hier zit een hele zak met kleding wat ik ga verkopen. Hieronder, hier zit een hele zak met kleding die ik net heb uitgezocht. Dus die 3 grote tassen vol met kleding wat ik ga verkopen. Oké, jongens, dus jeetje, ik ben de hele avond bezig geweest met uitzoeken wat ik wel wil houden en wat ik niet wil houden. En dan ben ik echt zo'n 3, 4, 5, 6 uur aanwezig geweest volgens mij. Want het is nu 3 uur 's nachts. Oh my god. Gelukkig hoef ik niet vroeg op. Ik moet pas om 12 uur op locatie zijn voor een fotoshoot. Dus ik ga nu snel douchen. Snel mijn bed in. En dan heb ik toch nog even 6 uurtjes slaap. Dus dat komt helemaal goed. Kleding, make-up. Hoe ik het precies ga doen weet ik nog niet. Ik ga het even met Ryan overleggen. Misschien moet ik een of andere sale. Hey, Biep. Misschien moet ik een of andere sale gaan organiseren ergens. Of is er binnenkort weer zo'n blogger sale waar ik wel bij kan zijn. Ik laat het jullie allemaal weten. Ik kan niet wachten wanneer het uit mijn huis is. En jullie er misschien heel erg blij mee zijn. Het zijn zoveel leuke, geweldige items. Vet veel jumpsuits en vet veel broekjes en vet veel leuke dingen. Oké, dit kan echt niet meer. Ik ga snel slapen. Abonneer alsjeblieft en geef een dikke vette duim omhoog. Wil jij gaan shoppen in Laura's Little Shop? Make-up, kleding, schoenen, tassen. Heel veel tassen doe ik weg. En sieraden. Let me know door middel van een duim omhoog. Zou je erbij willen zijn als ik het ga organiseren? Let me know. Oké, tot snel. Doei.